Dat de NDP wederom als grootste coalitiepartij uit de bus zal komen, is volgens ondervoorzitter Sergio Akinboto geen discussiepunt. Hij meent dat zijn partij op dit moment geen enkele politieke tegenstander heeft die haar uit het zadel zou kunnen wippen. Akinboto zegt verder dat de voorsprong van de NDP heel groot is. Hij is daarom ervan overtuigd dat de Paarse Partij met kop en schouder boven de rest zal uitschieten. Het is zichtbaar. Er is ontevredenheid. Ik zeg nogmaals, er kunnen ook dingen beter zijn gegaan, veel beter. Er zijn perikelen waarvan ik soms ook mezelf afvraag van oké, waar zijn onze deskundigen? We hebben niet goed kunnen nadenken erover. Kan dat niet beter? Maar nog steeds de mening toegedaan dat er gewerkt is. Een heleboel achterstanden die zijn ingelopen van dingen die al lang aangepakt moesten worden. Zeker wel waar we ons hebben verkeken is natuurlijk de invulling geven aan het sociaal programma, sociaal beleid. Waarbij op een gegeven moment de grootste inkomsten waar we afhankelijk van waren, die zijn komen weg te vallen. Dat is een grote aderlating geweest voor ons als partij, als regering. En ik denk toch wel dat we toch wel hebben opgevangen. Men lacht ons uit met het bieden van voedselpakketten en zoveel kritiek erop. Maar ik denk dat nog steeds wel de kleine man goed geholpen is daarmee. Het is niet de bedoeling dat een regering eeuwigdurig een voedselpakket gaat bieden aan de samenleving. Maar in momenten waar de samenleving heel veel last ondervindt om daaruit uit te komen, moet je als partij wel inkomen. En dat hebben we gedaan, we hebben ons verantwoordelijkheid genomen. De NDP-ondervoorzitter beseft dat er ontevredenheid is bij delen van het volk. Ook hij kan zich in bepaalde zaken niet terugvinden. Akinboto haalt als voorbeeld aan de veroordeling van partijvoorzitter Desi Bouterse en het recente schandaal bij de Centrale Bank. Beide kunnen een negatieve invloed hebben op het volk. De fouten zijn volgens Akinboto echter niet te vergelijken met de vele verworvenheden van de huidige regering. De specifieke zaken die zijn genoemd hebben allemaal hun beloop, zullen allemaal zeker een invloed hebben op natuurlijk de gang naar de verkiezing en het resultaat. Maar daar is het belangrijk voor om hard te werken, om een stukje vertrouwen te winnen bij het volk. In mijn optiek zijn de projecten belangrijk. In mijn optiek zijn de resultaten van de activiteiten die we uitvoeren erg belangrijk. Maar het vertrouwen hebben van het volk, dat is zo cruciaal. Het is zo vitaal voor een politieke organisatie en een regering om aan de macht te komen. En daar moeten we enigszins aandacht aan besteden de komende periode. En wat zou moeten gebeuren om dat vertrouwen weer een beetje op te krijgen? Ik denk een van de zaken waar ik persoonlijk denk dat het kan bijdragen daartoe is dat we daadkrachtig optreden tegenover zaken die we hebben geconstateerd die mis zijn gelopen. Openlijk optreden, de kwestie van de Centrale Bank, moet er gewoon optreden tegen wie er opgetreden moet worden. Ik denk zo aan andere zaken die zijn genoemd, dat we gewoon daadkracht moeten tonen en aangeven van jongens, dit kan niet, dit werkt zo en dit moeten we zo aanpakken. Dat het volk weet en het volk ziet dat we optreden. Dat was NDP-ondervoorzitter Sergio Akinboto. Hij is ervan overtuigd dat zijn partij weer deel zal zijn van de regering na 25 mei.